Hallo, garage. Ja, goeiedag. Garage denk ik nu, hè? Ja, hè? Ja, ja. Ja. Goh, ik heb uw nummer hier gevonden in de gsm die hier lag. Ik ga het u even uitleggen. Ik ben een kandidaat en ik speel nu mee in blokken. Ken je dat, blokken? Ja, ja. En ik zit nu even in de M&M-studio's. Ze hebben me even weggestuurd in een tweede ronde. Hè. Maar ik heb een aantal vragen gehoord. Nu heb ik hier een gsm zien liggen en ik bel even naar iemand die mij misschien even kan helpen met die vragen. Het zou natuurlijk de max zijn als jij even kunt een paar antwoorden met mij samen vinden. Hè, dat we wil jij mij even helpen? Ik heb hier weinig tijd voor, want er zitten die klanten met mij in. Ik begrijp het, maar alleen desnoods delen we de prijzen bied. Ik bedoel, dan bel ik u terug en dan doen we dat 50-50. Maar ik ken geen voorbeeld. De vraag is, wie is Willy de Gieter? Heb je daar een idee van, Willy de Gieter? Nee. Willy de Gieter. Dat zegt me helemaal niets. Oké, okay. In welke eeuw leefde Guy Verhofstadt? Dat is ook iets dat ik gehoord heb. Ik ben geen kwisser, ik wou dat eerlijk zeggen. Goh, maar u bent een garagist, misschien weet je de volgende vraag. Hè? Ik ben alleen bezig met de garage en... Ik ga u nog één vraagje stellen. Ik weet niet, aan tv en alles gezet hebben we niet, dus... Ja, dat is niet nodig voor de volgende vraag, denk ik. Als een molentje van een hamster een diameter heeft van 8 centimeter, hoe vaak moet de hamster dan ronddraaien voor hij een kilometer gelopen heeft? Hoeveel denkt u dat gaat zijn? Dus de 8... Het molentje van de hamster is 8 centimeter, hè? Ja. En hoe vaak moet de hamster dan ronddraaien voordat hij een kilometer gelopen heeft? Dat is straalmaal 10, hè. Zo, heb je daar een rekenmachine of zoiets? Want ik heb dat hier uit. Mag ik kijken, anders. Ja, heb je het gevonden, het antwoord? Ja, wel, dat zou moeten zijn. 7936,5. Oké, okay, het is aan u. Oei, wacht, ik moet systeem. Hallo, wat is dat hier? 7936. Hallo, goeiedag. Met wie spreek ik? Hier met graag. Ah, want u spreekt hier met Mark Geunens. Ik ben VRT-producer van het programma Blokken. Een kandidaat moet hier de quiz nu doen. Heeft hij met jou gesproken? Ja. Oeh, die heeft met u gesproken. En heeft hij u vragen gesteld van in de quiz? Ja, maar ik heb er niet veel kunnen stellen. En niet kunnen antwoorden. Ah, je hebt geen enkel antwoord, anders moeten we de quiz stopleggen, hè? Stilleggen. Hè? Dan, Nee. Je hebt geen enkel antwoord gegeven? Ik heb niet kunnen antwoorden, nee. Ah, nee, want dan moet ik hem disqualificeren, uiteraard. Hè? Dan kan hij niet meer meedoen, hè? Nee. Je mocht eerlijk zijn, niets. Oké, okay, ça va. Dan kan ik hem laten meespelen nog met blokken, hè? Ja. Oké, okay, dat is goed. Dank u wel dan. Oké, okay, tot ziens. Ja, dank u. Ja, dank u. Je hebt een knikdruk. Echt wel. Wacht, een hamster. Een hamster. In een willekeurige 8 centimeter. Ja.